vanavond het nieuws van zondag 26 maart, eerste paasdag. Een grote opkomst bij de parlementsverkiezingen in de Sovjet-Unie. Geen technische mankementen aan de supertanker die bij Alaska op een rif is gelopen. En door het mooie weer trokken veel mensen erop uit. In grote getalen en vol enthousiasme is de bevolking van de Sovjet-Unie vandaag gaan stemmen. Voor het eerst in de geschiedenis kon ze kiezen uit meerdere kandidaten voor één zetel. Boris Yeltsin, de populaire kandidaat in het district Moskou, stevend volgens peilingen op een grote overwinning af. Vanaf vandaag is stemmen in de Sovjet-Unie geen formaliteit meer, zoals tot nu toe het geval was. 180.000 stembureaus openden vanmorgen vroeg hun deuren. In het oosten gingen ze alweer dicht toen in Moskou de dag begon. Partijleider Gorbachev noemde de verkiezingen een triomf voor zijn democratiseringsplannen. Maar hij zei niet voor wie hij had gestemd. Heel wat andere kiezers waren daar een stuk openhartiger in. Ze vertelden dat ze hun stem aan Boris Yeltsin hadden gegeven. Volgens een onderzoek heeft de populaire kandidaat 80% van de stemmen in het district Moskou behaald. De verkiezingen worden in Moskou gevolgd door Martin van den Heuvel. En vlak voor deze uitzending sprak ik met hem en vroeg hem hoe de sfeer op deze verkiezingsdag is geweest. Nou, voor de Sovjet-Unie waren dit ongekend levendige verkiezingen, waarin toch voor het eerst sinds ruim 65 jaar er sprake was van een zekere keuze uit meer kandidaten. En vooral intellectuelen waren daar zeer enthousiast over. Ik heb met intellectuelen gesproken, die zeiden dit is voor ons een kans om echt de weg naar de democratie in te slaan. Wat het gewone volk hier in Moskou betreft, die hebben toch voornamelijk op Yeltsin gestemd. Ik heb een groot aantal mensen bij verkiezingsbureaus aangesproken en bijna alle hadden Yeltsin gestemd. En het blijkt ook eigenlijk ook als je met ze spreekt dat het een soort proteststem is. Velen kennen het programma van Yeltsin amper. Maar die zien toch zoveel misstanden in dit land. Het is eigenlijk gewoon een protest dan tegen de machthebbers. Ja, er blijkt dus ook ruimte te zijn voor oppositie. Als je kijkt hoe populair Yeltsin is en wat nu de stemming wordt vandaag. Zijn er nog meer van zulke kandidaten in het land? Jawel, in Moskou zijn nog wel een aantal progressieve kandidaten. En als je bijvoorbeeld naar de Baltische landen kijkt, daar zie je toch tegenover elke partijkandidaat wel een lid van zo'n volksfront. En dat zijn toch ook mensen met een programma dat afwijkt van die van de partij. Andere delen van het land is het weer heel anders. Bijvoorbeeld in de Oekraïne en Kazachstan, daar heb je een heleboel kiesdistricten waar maar één kandidaat is en dat is dan de lokale partijsecretaris. Daar hebben de mensen geen echte keus. Nee. Dit congres van afgevaardigden dat nu gekozen wordt is nog niet zeg maar het parlement voor de dagelijkse praktijk. Hoe gaat dat nou verder? Ja, we hebben nu 2250 mensen gekozen. Dan eind volgende maand wordt daaruit en natuurlijk de nieuwe president, waarschijnlijk Gorbachev, gekozen. En dan nog het nieuwe parlement van zo'n 420 leden. En dat nieuwe parlement, dat moet dan het nieuwe Rusland gestalte gaan geven. Het is maar de vraag hoeveel progressieven tot dat nieuwe parlement zullen worden toegelaten. Het is ook maar zeer de vraag of Yeltsin daarin komt. Die maakte zich vanochtend daar nogal zorgen over. En zei van, de autoriteiten gaan misschien proberen te verhinderen dat ik daarin kom. Maar ik vind dat als ik in zo'n belangrijk kiesdistrict als Moskou gekozen word, dat ik daar wel recht op heb. Maar ja, hoe dat zal aflopen, dat moeten we maar afwachten. Ja. Goed. Martin van den Heuvel. Er waren geen technische mankementen aan de supertanker die bij Alaska op een rif is gelopen. Onderzoek heeft dat uitgewezen. En ook is de bemanning aan een bloedproef onderworpen om te onderzoeken of er sprake was van alcoholgebruik, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. Wel is vast komen te staan dat de kapitein van de tanker op het moment van het ongeluk niet op de brug stond, maar in zijn hut was. Intussen is er een begin gemaakt met het opruimen van de 45 miljoen liter ruwe olie die uit de tanker was gestroomd. Mensen en technische middelen worden aangevoerd. Er is een scherm rond het schip gelegd om te zorgen dat de olie zich niet verder verspreidt. Exxon, de eigenaar van de tanker, heeft alle verantwoordelijkheid op zich genomen om de olie, die nu 30 vierkante kilometer water bedekt en op sommige plaatsen 30 centimeter dik is, te verwijderen. Paus Johannes Paulus II sprak zijn traditionele paasboodschap uit vanaf het balkon van de Sint-Pieter in Rome. Miljoenen mensen in 47 landen konden het Urbi et Orbi van de paus via de televisie volgen. En net als ieder jaar sprak de paus in 55 talen groeten uit. Ook in het Nederlands.
De Heer is waarlijk verrezen, zalig passen. En hartelijk dank voor de bloemen. En dat laatste gold de 50.000 Nederlandse bloemen die gisteravond bij de nachtmis het altaar van de Sint-Pieter sierden. In de buurt van de stad Bethlehem vierden christelijke Palestijnen en Israëlische families samen het paasfeest. Leden van de Israëlische Vrede Nu-beweging wilden hiermee een gebaar maken. Verschillenden, vooal jongeren, spraken de hoop uit dat beide volken ooit vreedzaam naast elkaar zullen kunnen leven en geen vijanden meer zullen zijn. De Palestijnse opstand in de door Israël bezette gebieden duurt nu al 15 maanden. Ook dit weekende waren er op verschillende plaatsen weer bloedige gevechten tussen Israëlische troepen en Palestijnen. In de Gazastrook kwamen twee Palestijnen door Israëlische kogels om het leven. In Gaza-stad werden de lijken gevonden van twee Palestijnen die mogelijk vermoord zijn wegens hun samenwerking met de Israëlische autoriteiten. Er vielen een kleine 40 gewonden. Ook op de bezette westelijke Jordaan-oever en in vluchtelingenkampen kwamen tot gevechten. Op verschillende plaatsen werd een uitgaansverbod van kracht. De vierde dag van ernstige onlusten in de Joegoslavische provincie Kosovo. Al dagen gaan etnische Albanese de straten op. Ze protesteren tegen de invoering van een grondwetswijziging waarmee de provincie Kosovo een groot deel van haar autonomie kwijtraakt aan de Deelrepubliek Servië. Vandaag gingen ze in de hoofdstad Pristina de straat op. In Kosovo is de meerderheid van de bevolking van Albanese afkomst. Ook gisteren waren er gewelddadige botsingen tussen betogers en de oproerpolitie. Vooral in de stad Uroševac was het weer raak. Een paar duizend betogers trokken door de stad en lieten een spoor van vernielingen achter. Daarbij maakten ze gebruik van stokken en bijlen en er werd zelfs op de politie geschoten. De oproerpolitie gebruikte traangas en de wapenstok om de demonstranten te verspreiden. Aan beide kanten vielen gewonden en bijna 150 mensen werden gearresteerd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Turkije zijn twee mensen doodgeschoten en 35 anderen gewond geraakt. De aanleiding voor het geweld was oneenigheid over het kiezen van dorpsoudsten. De kiezers in Turkije konden vandaag hun stem uitbrengen voor burgemeesters en voor provinciale en gemeenteraden. Premier Özal heeft gezegd af te treden of vervroegde verkiezingen uit te schrijven als de uitslag tegenvalt voor zijn moederlandpartij. De oppositie heeft de verkiezingen uitgeroepen als een test voor Özal. Belangrijkste thema, de economie. Özal heeft wel een grote economische groei gerealiseerd, maar de bevolking leidt onder een sterke inflatie. In 1988 was die 75%. Een melding van een auto met een bom vanmiddag op de A4 tussen Rijswijk en Den Haag heeft beroering veroorzaakt. Uiteindelijk trof de politie geen explosieven aan. Na een waarschuwing van de Rotterdamse politie, vroeg op de middag, sloot de politie van Leidschendam de A4 af. Het verkeer werd omgeleid. De explosieve opruimingsdienst kwam de auto onderzoeken. Brandweer en ambulances bleven in de buurt. De auto is volgens de politie gestolen van een zware crimineel en de dieven zouden misschien op wraak uit geweest zijn. Toen het om loos alarm bleek te gaan, is de weg weer vrijgegeven. Onverwachte drukte bij toeristische attracties in ons land. Hoewel aanvankelijk sombere verwachtingen bestonden over de temperatuur, scheen de zon vandaag volop. Een wedstrijdje eieren zoeken in het Brabantse Udenhout. Zo'n 1000 kinderen stormden af op een terrein waar behalve gewone eieren ook 5 winnende eieren verstopt waren. En ook in het Overijsselse Geesteren namen ze de paassfeer hoog op. Ruim 70 teams kwamen tegen elkaar uit in de 14e nationale kampioenschappen eier gooien en vooral vangen. Vandaag begon het seizoen voor de pretparken. In Appelscha ging het miniatuurpark Noord-Nederland voor het publiek open. Het Madurodam van het noorden geeft een beeld van de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en van de Wadden. De zon was er dan wel, maar de wind bleef uit. Vooral Duitse surfers brachten de dag daarom noodgedwongen door met lanterfanten aan het water bij de Brouwersdam in Zeeland. Een enkeling deed tegen beter weten in een verwoede poging om toch vooruit te komen. En dan tot slot de weersverwachting tot morgenavond. Vannacht daalt de temperatuur tot 6 graden en hier en daar ontstaat mist. Morgen is het zonnig en met een matige zuidelijke wind wordt warme lucht aangevoerd. Daarin loopt de temperatuur op naar ongeveer 20 graden. Alleen in het Waddengebied en boven grote wateroppervlakte blijft het frisser. En de vooruitzichten voor dinsdag tot en met vrijdag. Op dinsdag mogelijk een bui, daarna droog en periode met zon. En een middagtemperatuur van rond de 16 graden. Dit was het. Nog een prettige avond.
Ja, zijn erop. Ja, ik denk dat dit de eerste dag van 1989 is waarop 6 miljoen Nederlanders zich en bloc realiseren waarom ze ook alweer een draagbare televisie hadden gekocht. Ja, de eerste muggen zijn er ook alweer. Ja, een heerlijke dag, hè? Mag ik eerst even iets tegen de paus zeggen? Ga je gang. Oké. Geen dank voor de bloemen, maar wilt u ze wel alle 50.000 schuin afsnijden? Dank u. Toch is het een hele knappe man. In 55 talen het woord geboortebeperking niet kennen. Knap. Mijter. Ja. Maar ik zit ontzettend met Jeltsin. Hoe dat? Ik weet het niet. Ik was altijd heel erg pro-Gorbatsjov. Ik was een van de eerste in Nederland die pro-Gorbatsjov was. Ja. Ik zag meteen haarscherp, oké, die man. Maar ik heb nu het gevoel dat ik contra-Gorbatsjov ben als ik pro-Jeltsin ben. Heb jij dat niet? Nee. Jeltsin? Nee. En toch weer een nieuwe stropdas om. En ja, gisteren weggegeven voor de camera op straat. Doet men dit beetje...